Yo. Jee, Jordi. Waar ben je? Ja, bij mijn huis, maar je moet echt even opschieten, want ja, waar, het is over een minuut. Waar is jouw huis ook weer? Bij Grove Street? Bij de impound. Kan ik met jou mee rijden? Ja, ik kan met jou mee rijden, top. Oké, ik heb echt een mooi voertuig. Oké, mooi. Oh mijn god, ben jij dat? Ja. Hier. Ja. Stap in. Oké, wacht. Oké, yes, top. We gaan nu die juwelier doen. We gaan nu die deal doen. Want ja. Wie is het? Yi. Bert is nou aan het rijden, maar daar gaan we niet op wachten, denk ik. Maar hier gaat ze kopen. Oké. Ik heb hier echt al heel lang niet meer gezien. Edward zal op een plekje in de buurt staan. Meekijken. Maar niet erbij. Want hij heeft nog steeds een ruzie met de Chinezen, zei hij net. Ja, dat is ook de laatste keer dat ik hier gezien heb. Ja, we hebben al één keer eerder gesproken om te vragen of het je zou overkopen. En hij had interesse dus. Oké. Okay. Dus goed, dat moest het hier vindt zich hierachter. Ja, of ik heb echt... Ja. Wat een wapens hebben zij, zeg. Wat een wapens hebben zij. Moeten wij ook de dingen erbij pakken? Nee. Dat is voor nodig. Oké, jongens, daar zijn we dan. Ik zie Yi met zijn gang. Volgens mij, ik weet niet hoe hun gang heet. Maar ze hebben wapens, jongen. Oh, ze hebben van met die wapens hier ook al dat ze het geld hebben om die diamanten over te kopen van ons. Van de juweliers overal nog. Wie heb je allemaal meegenomen? Wat paar mensen die wel nodig waren hier. Paar mensen, wie? Je moet al weten met wie ik zaken doe. Maar je doet zaken met de darkness, dus hier staat de darkness voor je neus. Ja, je ziet het geld al. Heb jij je diamant bij je? Oké, de koffer wordt in de link gelegd. De koffer is in de ding vrachtwagen gelegd, zodat ze kunnen spieken. Hoe gaat met jullie? Probleem aan de vonden. Het duurt wel lang, man. Voordat jullie waren. Neem veel risico voor jou, hè. Zolang hier staan. Maar ik moest even... Ik kwam even wat tussendoor. Lijkt me wel, ja. Ja. Kiona, hoe zag de dia... eruit? Is goed, hoor. Is alles goed, ja? Ja, zeker. Geen kras. Jij weet, hij wordt geëxporteerd naar buitenland. Mhm. Waar komt die ook weer vandaan? Uit Rusland. Voor politie? Ja, een stuk of 10. Nog steeds veel achter jullie aan of niet? Nee. Wat echt probleem. Ik hoop het voor je. Ja. We gaan meestal wel lang achter deze dingen naar, man. Nou ja, als jij hem. Wat dan maakt. Als jij hem naar het buitenland brengt, dan zullen ze hem niet snel meer terugvinden. Als jij het goed daar handelt, dan moet dat goed komen. Dat is mijn connectie, zeker niet. Ik exporteer alleen. En mijn geld ligt hier. Maar we hebben nog geen prijs besproken. Jij zei vorige keer wat. Wat er moest voor gegeven worden. Ik heb even met mijn contacten en onder andere Kiona. Kiona die handelt in mijn drugs. Vooral ze gaan nu voor de prijs spreken. Je weet zeker, je hebt geen politie achter je. Nee, ik heb geen politie achter me. Ik heb geen probleem, hè. Dus ik heb met jullie handel. Maar zoals ik zei, 100k voor de hele partij. De hele partij? Wat? Alles, diamant en juwelen. Vind je dat niet een beetje weinig? Ik vind niet. Stof als die water op de zwarte markt. Weet je hoeveel moeite het kost om die fucking te verkopen? Heb jij nu connecties behalve mij die die kan verkopen? Het kost een hele hoop moeite en 100k ja, een beetje... Ja, voor mij ook. Niet 100k meer. Ja. 100k maar of niks. Als jij hem voor een week in de ravine laat, dan wordt het sowieso aangehouden. Yi, wat doet hij hier? Hoe verloopt het hier? Nou, Edward. What the fuck is dit dan? Yo, nou, what the fuck is dit, man? What the fuck? What the fuck is dit? Tegen de muur, allemaal tegen de muur! Tegen de muur, hey! What the fuck is dit? Hey! Tegen de muur! Oh mijn god, ik schrik me. Handen laten zien tegen de muur, nu! Naar de garagedeuren, nu! Lopen! Jongen, niks! Ineens gewoon hele team hier! Naar de garagedeuren, hele gekut hier! Oh mijn god, ik word niet goed. Wat is dit voor team? Jesus Christ. Nee. Wat de fuck is dit, hè? Niet dat ik weet. Edward, jongen. Ben gevolgd, Edward. Meekomen. Naar de deur. Ik ben niet gevolgd. Ja, Lucas is beschoten. Kut, Lucas leeft. Handen omhoog. Oh mijn god, jongen. Kijk hoeveel mensen er ook zijn. Oh mijn god, allemaal ook in de koffer, in outfits en shit. Kut, zo is zeg. Staan we dan. Deze. Geen verdachte bewegingen, elke verdachte beweging wordt er gericht geschoten. Motherfucker, zeg dat nou niet, jongen! Zit richting de muur, niet omdraaien. Hey, jou. Nee, wacht, dat ben jij niet. Piet, ja, kijk over je schouder achter je. Helemaal rechts, volgens mij. Zie je daar ligt. Gaat goed met jou? Ja, dus we gaan met z'n drie boeien links, man. Ik hou onder schot, ja, mijn linker collega staat met boeien. Twee vuurlijn, één boeien. Jezus Christus, dat zijn het er ook veel. Ja, we zijn de lul. Niet zo strak. We worden langzaam aangehouden, één voor één. Ja, ik heb niks bij me. Ik heb niks bijzonders bij me. Hey, druk, maat. Edward staat hier ook echt. Iedereen is hier. Iedereen is gewoon de lul. Iedereen wordt aangehouden nu. Het is nu gewoon klaar. We worden allemaal stuk voor stuk aangehouden. Lucas neergeschoten. Ja, kan baseren. Worden gefouilleerd en zo. Jezus, hoeveel man is dit ook? Omdraaien. Man met een snitchie. Dingen bij die je bij mag hebben. Ja, gewoon met Kiona allemaal. Ik vermoord jouw hele familie. Ja, Jordi is zijn gun kwijt. Iedereen is alles kwijt. Lucas neergeschoten is zijn gun kwijt. Ja, pak deze met de motor aan. Blijf me tegen hem af, joh. Nee, het wordt niks geks. Hey.
Kut zo jongen dit. Nou gaan we allemaal, één voor één. Eén voor één worden we weggeplukt. Eén voor één worden we weggeplukt. Maar met Sjaal heb je zo. We hebben geen zetter. Prima. Waarom zie je eruit als een gayboy? Hey, heb je... Nee. Ik neem even die wapens nu in beslag, meneer. Niks. Ga ik op mijn knieën zetten, dan blijft hij zitten, ja? Edward staat er ook nog, het is de laatste die weg wordt geplukt. Hoe is het met u? Oh ja, we zijn allemaal gewoon de kost. Meneer, ik ga je op mijn knieën zetten, nu is het klaar. Blijf zitten. Nu is het klaar. Ik ben jij op mijn handen? Ja, precies. Nee, niet met mijn handen op mijn rug. Nou, help je af. Ik ga nog wijzen. Hey, je gaat even in een van de markten zitten. Prima. Jezus, hé. Hey, ik ga vast even recht voorlezen. Ja. Nou, we zitten jongens, we zijn in het voertuig geplaatst. De rest wordt nog gefouilleerd en dan gaan we allemaal, gaan we nu gewoon naar de gevangenis. Dit is na trouwens tot een bepaald niveau, denk ik. Wat een flop deze deal. Oh, wat kut. Wat kut. Ze stonden ook allemaal met bouwvakkers outfits. Waarschijnlijk stonden ze dan wel gewoon in de buurt en waren ze hun ding aan het doen. En ze wisten er al lang vanaf. Wat slecht dit. Oh, Edward is zelfs. Zelfs Edward is aangehouden. Iedereen is gewoon aangehouden, letterlijk. En Lucas is neergeschoten. Oeh, wat kut. U was nog niet helemaal gecontroleerd door mijn collega's. Nee, ik ben alles gefouilleerd, de rechten volgelezen. Ik zit eigenlijk hier wachten tot het vervoer. Hey, hebben we uw ID ook bekeken? Ja. Wie zou die hebben volgens u? Man met sjaal. Dus die heb je niet meer bij je? Nee, die heb ik wel nog bij me. Kut zo. Ja, hij gaat controleren. Ik hoopte dat hij eigenlijk gewoon geloofde dat hij dat dacht voor prima. Dan gaan we. Onderweg naar het politiebureau. Als het goed is, zijn uw rechten ook al voorgelezen. Ja, dat klopt. Hele patrouille hier. Ja, wij mogen sneller, want daarna moet nog een medicus zeggen. Zit je dan met je goede gedrag? Ja, maar we moeten met een convoy mee rijden. Nou, daar zijn we jongens aangekomen op het politiebureau. Laten we dan maar even kijken. Ja, dit is gewoon klaar. Ik weet niet hoeveel ze aan mij hebben. Hoeveel ze van mij hebben, bedoel ik. Maar ik denk dat ik wel gewoon de klos ben. Dat het daar wel echt op neerkomt. Nou, het wordt wel gezellig zo hier, met z'n allen. Kan ik bij iemand? Mag ik koffie? Wat wil je? Ik heb dorst. Hey, kom naast je zitten. Gezellig. Het restaurant, meneer, helaas. Tegen de muur staan, ga ik je bij jou doen. Ja, tief op, ik heb recht op koffie. Je hebt geen recht op koffie. Maar Jordi. Fuck is dit, man. Ja, ik weet het niet, man. Ik weet het echt niet. Ik heb nog nooit met zoveel mensen hier gezeten. Hey, had jij gezien wat wie ze geraakt hadden? Jordi. Ah, daar heb je ga je weer van de boeien staan, ga even naar een ander bureau toe. Oleg was geraakt. Hey, Marcus! Die komt er gewoon aan. Loop alsjeblieft door mee. Heel zacht net op de vlakte, wat? Ik zeg heel eerlijk. Ik weet ook dat het één van jullie was, vieze bloedzuigers. Oké, dames, we gaan het als volgt doen. Iedereen houdt nu gewoon zijn bek. Dus ga maar lekker met jezelf praten, niet met een ander, ja? Dan kunnen we en ons bek houden en met onszelf praten. Ben ik duidelijk? Nou, niet echt. Meneer Plakkers. Niet echt. Je zegt en je bek houden en drie seconden om je mond te houden. Mag ik dan ook niet meer tegen mezelf praten? 3. Ja, dat is al langer dan 3. Maar prima, joh. Een soort dierentuin is dit. Meen zou je klep is? Een belegbroodje. Een belegbroodje. Net mocht ik mijn mond niet opentrekken, anders wordt er nog net niet lood in mijn kop getrokken. Ik ben nu iedereen eventjes aanvragen of ze eten willen. En nu wordt er gevraagd of ik een broodje wil. Ja, nou, of je houdt alleen bij water bij de kraan. Wat denk je zelf? Dat weet van niet. Natuurlijk wil ik een broodje. Ja, je wilt een broodje. Natuurlijk wil ik een broodje. Broodje gezond? Nee, maar broodje pindakaas aangeslag. Heb je dat? Dat kan ook. En nu, meneer? Willem en zo. Waar is de rest? Waar is iedereen? Ik zeg één keer. Dan is jouw probleem. Jezus, ik ben blij. Deze moet even naar de andere voorkamer. Ik heb een melkbeest. We moeten naar de voorkamer. Ik heb een voorkamer. Oké. Goed, dan moet ik. Ja, ik hoorde net. Ik hoorde net. Succes, pik. You. Hey, oude. Hoe is het met jou? Goed. Top. Lucas is neergeschoten. Hier rechts. Nou, er staat een eis op je hoofd voor. Overval. Van een juwelier, vlucht voor de politie, medeplegen, ontvoering, ambtenaar in functie met geweld, deelnemen aan een criminele organisatie, dreigen met een vuurwapen en ontvoering met geweld. Voor het dreigen met een vuurwapen staat ook een huiszoeking voor je open. Dus dat wordt zo dadelijk eigenlijk op dit moment uitgevoerd. Is nu een DC-team onderweg naar je huis. Dat is wel poep, want daar, ja, daar ligt een vuurwapen. Samen met de recherche-lid, dus die gaan zo meteen daardoor zoeken, dus we wachten dat nog even af. Oké, okay, dan staat er een strafeis van 103 maanden op. 103 maanden. Waarschijnlijk wordt dat naar 80 gezet en dan met een compensatieboete van 25.000 euro. Geldt trouwens ook voor al je vriendjes. Ja, oké. Maar waar is het bewijs? Voor alles? Nou, dan wordt op dit moment even je huis gezocht of er nog een pistool ligt. Maar voor dat alles? Je hebt net een hele waslijst heb jij op zitten noemen. Dat maar waar is het bewijs? Daar hebben we meerdere bewijsstukken voor. Ja? Voor alles? Die zou ik je zo meteen even rustig voorleggen. Oké, dat vind ik wel prima. Want ik was... Ze gaan mijn huis doorzoeken. Ja. Ik heb mijn huis mooi ingericht. Ze kunnen zien wat snoepjes uit dingen. Bij de hand te pakken zou je gaat zo meteen mee. Je gaat zo meteen met hem mee, met, als het goed is. Zover ik weet, dus dan moeten we even afwachten. Waarheen? Naar je huis. Oké. Moeten we even afwachten hoe wat. Prima. Kut, dan gaan we naar mijn huis. Dan ben ik mijn vuurwapen sowieso kwijt. Zo, meneer. Hey. Kom je even mee? Ja, ik loop mee.
Nou jongens, dan gaan we. We gaan nu naar mijn huis toe. En dan gaan we mijn huis doorzoeken. En dan ben ik mijn vuurwapen kwijt. Maar ik moet zeggen, dan kan eindelijk het stof voor een keertje af. Want gebruiken denk ik toch niet. dus zo heel erg vind ik het nou eigenlijk ook weer niet. Want zoals ik letterlijk al zeg, ik gebruik hem toch niet zoveel. Zie ik daar nou Emilio staan? Ja. Ja, ze gaan in de achterste. God. Is dat nou Emilio? Ja. Bij het ding is gaan zitten. Bij de deur. Dan ga ik je even in het voertuig stoppen. Ja, prima. Kijk, ga je bij de ook zeggen, als je niet meewerkt, lig je op de grond zo. Maakt me net of het in de auto is, of het buiten op de grond is, of ergens in het water, boeit me niet. Ga het gewoon meewerken, oké? Rustig aan, meneer, joh. Hey, rustig aan. Als u nou een vervelende dag heeft gehad, hoeft u niet op mij... Dit was een heerlijke dag. Dan moet je ook lekker tonen, lekker blij zijn. Ik heb het alleen niet zo met crimineeltjes. Nee, ik zit hier in de achterbak en degene die de lul is, maar toch ben ik vrolijker dan jou, volgens mij. Dat kan. Oké, plakken, je gaat zeggen welke kant en waar precies. Nou ja, wil je het hier met mijn huis? Hier rechts. Moet ik mee of ja, en... bonjour jullie gewoon door mijn deur heen? Ik kan wel gaan liggen, maar het is tenzij je gewoon... de voordeur kapot wil hebben en zelf wil betalen. Denk ik niet. Moet ik dat zelf betalen als jullie me kapot maken? Als je niet meewerkt, toch? Ja. Echt? Dan zorg ik ervoor dat je hem zelf betaalt. Nou, we zullen het zien. Nee, ik werk mee hoor, maar ik zie wel uit te halen. Maar je kan hem niet uit huis halen. Wel schoen uit, zoals ik al zei, ik hou niet van schoenen, meisje. Nou, welkom. Goed je voeten vegen of uit. Ik heb mijn best gedaan met inrichten. Elk kastje wordt overhoop getrokken, dus je kan ook ons vertellen wie, wat, waar, wanneer, hoe en wat. Je kan ook alvast vertellen wat waar ligt. Wat waar ligt. Nou, ik heb hier een aantal meloenen. Geld, nepgeld. Ik heb niet zoveel bijzonders op het moment. Wat zit er in die watermeloenen? Sap en meloen. Zeker weten. Ja, je mag ze open. Ze zijn van Ling Ling. Oortsticht. Nee, mijn meloenen. Hij gaat zelfs in mijn meloenen kijken. Ja, oké. Tot zover een prachtig mooie meloen. Nou, ze gaan mijn kasten controleren, jongens. En mijn kussen, ze gaan alles overhoop halen. En uiteindelijk vinden ze mijn vuurwapen. Maar ik ga niks zeggen natuurlijk, want stel ze vinden niks, hè. Maar ja, ze gaan gewoon alles gaan. Gaat gecheckt worden. Het is klaar. Klaar is het sowieso. Je mag kiezen of je gaat hier op de grond zitten of je gaat op die bureaustoel heen zitten. Die staan mag niet? Eigenlijk niet. Of je gaat op de bank zitten. Ik ga wel op de bank zitten dan. Ja, gaat nu die kast checken. Nu ben ik de lul. Nu ben ik echt de lul. Kun je even een bewijszakje pakken? Yes. Vuurwapen gevonden. Oei. Ligt al bij de voordeur. De lul. Yes, ik heb een bewijszakje middelmaat. Doe ik hem erin. Ja, dat is mijn vuurwapen. Gone. Loose. Ik gebruik het toch bijna nooit. Lijkt dus... op, zover ik weet, 9mm vuurwapen. Redelijk wat kogels, redelijk wat magazijnen. Vuurwapen is geladen. Dus. Ja, zeg het eens. Vuurwapens bij je. Het is open huis, hè, meneer hier. Huh? Open huis hier. Open huis. Vuurwapens voor jou? Nee, geen idee. Zonder uit. Dat gaan we zien op DNA-spoor. Ja, vind ik prima. Ik draag altijd handschoenen. Ik draag altijd handschoenen. Als ik het vuurwapen vast heb, draag ik standaard handschoenen. 100%. Mag meekomen? Ja. Als het goed is, vind je geen handafdrukken erop. Want ik draag gewoon standaard handschoenen als ik het vuurwapenman heb. Nou, terug naar het hoofdbureau, jongens. Daar gaan we. We zijn weer ter plaatse bij de gevangenis. Of bij de gevangenis, bij het politiebureau. En heel de gang is opgepakt. Maar waar was Willem? En waar de poepzooi zijn de Chinezen heen gebracht? Waar zijn die heen gebracht? Sowieso is dit een setup namens hun. Durf ik te wedden dat het setup was. Waarschijnlijk. Oh, daar heb je Willem. Willem en Emilio. Willem en Emilio zie ik staan. Kan je het voertuig halen? Ja, prima. Wacht, ik zie Willem. Willem! Willem! Ja, Willem is letterlijk aangehouden. Waar is de rest? Waar is iedereen? Dat weet ik niet. Willem, waarom ben jij aangehouden? Wat heb jij nou weer gedaan, Willem? Ja, had je toch maar voor de andere kant gekozen, hè? Voor de andere kant. En jullie kant. Ja, je had de kans gekregen om hieronder uit te komen. Ja, maar laat maar even terug op net. Wil ik even. Jij had aanklacht tegen mij. We hebben 3 verklaringen. Ja. Bevindingen van 3 collega's. Even kijken, was er eentje die was in de omgeving van de jullie tijdens de overval. Is er eentje ontvoerd? Nee. En er is er eentje die bij de onderhandelingen aanwezig is geweest en daar ook met u heeft gesproken. We hebben alle 3 tegen u verklaard. En daarnaast bent u in principe aangehouden voor het deelnemen aan de groepering en daarna is verder gegraven door de politie. En daar kwam aan wat was het eerste? Aan die Julius overval wat je zegt? Ja, daar hebben we een verklaring van binnen van 2 collega's. En naast verklaringen? En nog daarnaast heb je er nog eentje ontvoerd. Nee. Ik heb helemaal niemand ontvoerd. Ik heb oprecht helemaal niemand ontvoerd. Welk bewijs heb je daar tegen? In de auto. In welke auto? In welke auto heb jij mij gesproken? Een witte Lamborghini Urus. Geen flauw idee waar je het over hebt. In principe zijn er nog 2 andere collega's die tegen hebben... Tegen jouw ontvoering? Hè? Tegen jouw ontvoering? Nee, eentje is de onderhandelaar geweest van een juwelieroverval die tegen u heeft verklaard. En eentje heeft tegen u verklaard... Nee, maar de juwelieroverval... Dingen komen zo. Even die ontvoering. Ik wil meer weten. Dan met dat bewijs dan kom ik nergens. Of kom je nergens. Want dat is letterlijk... Kan ik ook zeggen. Dat kan elke drol zeggen. Elke poepvlek. Kan zeggen... Hij zat bij me in de auto, ik heb met hem gepraat. Dat snap ik, maar er zijn 3 verklaringen tegen u. Maar 3 op andere, die voor jou is toch een heel ander front. Jij zegt dat ik jou ontvoerd heb. In een witte Lamborghini Urus.
Nee, we hebben gesproken in een witte Lamborghini Urus. Dat vind ik een hele grote vraag voor mij dan. Wanneer? Oprecht, wanneer heb ik jou gesproken in een witte Lamborghini Urus? Ik heb jou voor de ontvoering meerdere keren gesproken. Daarna ben ik ontvoerd, ben ik u ook nog tegengekomen. Ja, voor de ontvoering. Masker, maar in principe kennen wij elkaar. Ja, maar we hebben elkaar gesproken voor de, toen we allebei op vrije voeten waren. Ik heb ja, jou dat niet was daarvoor inderdaad. Ontvoerd. Ja. Ik heb jou niet geholpen met ontvoering. Ik ben niet betrokken bij een ontvoering. Dat is in ieder geval wat ik daaruit heb gehaald. Mijn overige twee collega's, waarvan overigens één recherchelid en één een onderhandelaar was, die verklaren ook tegen u. Ik heb helemaal gedrol gezegd tijdens de jullie zo van. U bent kan in principe niet in de eerste instantie aangehouden voor het deelnemen aan de criminele organisatie. Daar ben ik al meerdere malen voor aangehouden. Maar in principe is er daarna door de recherche verder gegraven, want u was net bij die deal bezig. Ik ga nu gewoon nog in bezwaar, dus hoe dieper we gaan ik, nu. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet weet in hoeverre het bezwaar gaat, want ja, in principe bij de rest van de verdachte gebeurt het ook niet. En volgens mij dus heb ik nog steeds recht op een advocaat, natuurlijk. En het is niet dat een advocaat nu in 5 minuten geregeld kan worden. Of we blijven nu hier zitten, of u gaat terug naar de cel, uw voorarrest wordt verlengd tot wanneer uw advocaat er is. En we doen het strafproces dan, of u wordt nu gewoon veroordeeld voor de strafbare feit. Dus of ik ga hier nu in de cel zitten en het tot de advocaat er is. En wij zijn er. En dan wordt u veroordeeld, of dan beginnen we helemaal opnieuw. Oké, ja. Of dat gebeurt nu. Dan ga ik voor de cel. Ja? U blijft hier zitten? Ja, ja, daarom. Dan mag u me meelopen en dan ga ik u tot de cel plaatsen. Oké, jongens, we zitten dus vast in de cel en ik ga een advocaat regelen, want ik ben het er niet mee eens. Ik ben eigenlijk soort van wel de lul, maar ik denk dat ik hier nog misschien wat maanden vanaf kan plukken. De jongens die zitten al vast, maar ik ga zoveel mogelijk hier proberen. Als ik naar de cel gaan, dat gaat sowieso gebeuren. Ik ben sowieso de klos, maar wie weet kan ik wat minder maanden krijgen. Bedankt voor het kijken. Doe allemaal de groetjes thuis, weet ik voor wat. En abonneer en like, 2000 likes. En dan tot de volgende keer. Doei.